Een hele goede middag en welkom, Veerkracht-expertpanel. Wat klinkt dat mooi, want we gaan met 6 mensen praten. 2 topsporters, 2 medewerkers van Friesland Campina en 2 wetenschappers. Maar vandaag zijn jullie allemaal expert, niet alleen de wetenschappers. En waar we over gaan praten, dat is jullie bekend natuurlijk, over veerkracht. Na een tegenslag kom je terug, maar ja, als jezelf, maar eigenlijk ook een stukje meer dan jezelf. Want ja, je neemt weer iets extra's mee in die rugzak of je bouwt weer iets op met een andere ervaring. Dus, het wordt iedere keer een beetje meer, een persoonlijkheid plus, als je dus terugkomt van zo'n tegenslag. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Je kan niet kiezen altijd wat er op je pad komt, maar wel hoe je daarmee omgaat. En daar kan je wel weer doelen in stellen. En je ziet heel vaak dat mensen nog een beetje vechten tegen wat er soms op hun pad komt. En dat kan dan wel in de weg zitten. En veerkracht wordt ook pas zichtbaar door juist die dingen die je overkomen en hoe je daarmee omgaat. Dan zeggen mensen juist vaak van jeetje, die is veerkrachtig, want die gaat er zo sterk mee om. Maar dat is niet per se dat je daar doelbewust mee bezig bent. Je doet gewoon, je gaat gewoon mee om zoals jij denkt dat dat moet. En dat is vaak ook door de hulp uit de omgeving en datgene wat je zelf hebt opgebouwd in je leven. De mentale aspect is ongelooflijk belangrijk. Maar ook die voedingselementen zijn een belangrijk onderdeel daarvan. Want ja, daar moet je niks in de weg zitten. En uiteindelijk dat lichaam, dat wordt ook opgebouwd. Die spieren worden gevormd vanuit die voedingsstoffen die je tot je neemt. Maar eigenlijk zijn er heel veel dingen die best wel hout snijden qua vergelijking tussen koeien en mensen. Een koe die is heel veerkrachtig als die maar sterk genoeg is. En als die maar aan al zijn al de wensen maar optimaal zijn. Dus bijvoorbeeld het comfort, het lichtcomfort, het voedingspatroon. Dat moet allemaal optimaal kloppen. En hoe beter dat klopt, hoe beter die bestand is tegen bijvoorbeeld stresssituaties als bijvoorbeeld extreme warmte. En dat is bij sporters natuurlijk net zo. Die zijn beter bestand tegen een tegenslag als ze heel goed in de vel zitten en alles verder klopt. Dus die vergelijking die is best wel te maken, denk ik. Ik weet nog wel, een van mijn eerste EK's deden ze precies het protocol in de trainingssituatie. Tijdens de trainingskamp hadden we een dag, een soort van een wedstrijddag. En dan gingen we precies die wedstrijd nabootsen qua tijd. Maar ook dat we een rondje moesten lopen omdat we van de ene hal naar de andere hal moesten lopen. We moesten ons opstellen voor de jury en dergelijke. Gewoon om het gevoel maar te krijgen dat je een wedstrijd hebt. En daardoor leer je ook al met een situatie omgaan, terwijl dat eigenlijk niet de echte situatie is. Wat een doel met je doet, is natuurlijk ook een soort gevoel van controle geven. En Koen had het net over de structuur die zijn koeien graag hebben en zijn omgeving. Zeker in een situatie van stress is het heel belangrijk dat mensen een gevoel van controle over hun situatie krijgen. Al is dat maar de illusie van controle. Het doet me heel erg denken, ik had het net al over de achtbaan. Maar wat ik zelf heb meegemaakt in achtbaan is, ik was altijd ontzettend bang voor achtbaan. Ik vond het verschrikkelijk. Het meest afschuwelijke wat ik maar kon bedenken. Maar ja, je bent vader, dus daar sta je dan op de Efteling met je kinderen. Vreselijk. En dan moet je wat. Dus ik had op een gegeven moment voor mezelf bedacht, weet je wat, ik geef mezelf ook gewoon eigenlijk de illusie van controle.